niet op hun te pop. Goed. Ja? Ja. Maar is het zo erg dat jullie nou even moeten rusten? Of? Gewoon even van het zonnetje genieten. Dus... Ja, het is niet de hele dag geweest, hè, maar het is er toch wel. Verder wel goed hoor. Heb je al veel bands gezien? Ja, eigenlijk wel. Wat zoal? Hoe heet het? En ja, hoe heet die andere? Maar we wachten nou in ieder geval op Twarres en op Kay. Onder de reggae band of zoiets zo. Was mooi? Jawel. En ook nog veel Twarres. Op? Twarres. Dat is het hoogste punt voor jullie? Jawel, en Kay. Is het Charing Cross of Charing X? Het is Charing Cross en je schrijft Charing X. Oké, okay, nee, even om misverstanden te voorkomen, want ik zeg zelf ook nog wel eens Charing X. Nou, je bent niet de enige. Wij zelf ook heel soms nog wel eens in verwarring gevallen. Wie zijn jullie? Nou, hij is Pim. Nou, dat is Wilfried. Ik ben Mike, de bassist. Ik ben Conlaas, een van de zangeressen. Ik ben Bas, de gitarist. Ik ben Evelien, een van de andere zangeressen. Nou met Charing Cross? Want ik hoor wel hele positieve geluiden over jullie. Hoe is het nou met jullie? Nou, het gaat wel lekker. Veel optredens. We hebben net de tour gehad van Heineken. En we gaan op zee al bezig met een platencontract. Maar dat is nog eventjes afwachten, dus dat zeggen we nog niet. Ik heb er net wel iets over gehoord. Daarom. Het is nog even afwachten. Geheim. Houd spanning erin. Kun je ook niet een primeur voor de stadsomroep? Nee. Nou, woensdag krijgen we woensdag. 95% zeker groen licht van een hele grote platenmaatschappij in Nederland. En dan gaan jullie het maken? Ja, dat is altijd afwachten. We hebben al een paar besprekingen met ze gehad. En het is de bedoeling dat we twee singles gaan opnemen en dan een optie op een album. En dan hopen we dat gewoon de eerste of de tweede single gewoon aanslaat. En dan gaan we voor het album en dan lekker toeren. Dus dat is de bedoeling. Het is een nummer van Mathieu. Mathieu die woont in hetzelfde dorpje waar ik vandaan kom. Wil is het niet? Dat is Wil. Dat is Wil, ja, in de achterhoek hier. En, nou, ik zie Mathieu als een aanstormend talent die gewoon hele goede liedjes kan maken. En dit is misschien wel voor jullie een mooi moment om Mathieu vast te leggen. Okay. We gaan luisteren. Voordat hij over 2 jaar hier op het Hunterpop podium de mensen gek maakt. Okay. Nou, Mathieu, kom op. Jij staat hier voor de hoeveelste keer op het Hunterpop Festival? Derde keer. Voor de derde keer. En bevalt het? Ja, ik vind het helemaal leuk. Het is echt helemaal een supergroot feest altijd. Want waarom kom je in godsnaam van helemaal vanuit Haarlem, geloof ik, helemaal naar het kleine Varsselden in Achterhoek om het Hunterpop Festival te presenteren? Nou, ik kom op zich op heel veel festivals. En Hunterpop is een wat nieuwer festival. Als je het vergelijkt met al die grote festivals als Pinkpop en Werchter. En het profileert zich een beetje als het festival van het Oosten. Maar ik vind ook dat dat waargemaakt wordt hier. Ik vind dat alles klopt. Ik weet ook een beetje van organisatiedingen en zo. En ik zie gewoon dat de mensen die dit allemaal op poten zetten, die maken er iets moois van. Het klopt allemaal. Ze kunnen het ook vertalen in leuke bands. Het was een beetje zo dat ik het liever wat eerder wat meer publiek had willen zien. Maar het is ook een ongelukkige dag met Nederland, Ierland natuurlijk. En toch is het gewoon feest. Alles klopt en het is voor mij de moeite waard om helemaal hierheen te rijden. Jullie zijn vrij vroeg al bekend geworden of vrij snel bekend geworden. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, wij... Ja.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, het is niet zo dat bekend zijn het belangrijkste is. Voor ons is muziek maken gewoon de issue, zeg maar. En ja, de rest, dat komt er gewoon bij kijken. En ja, ik denk dat je dat zo lang mogelijk moet volhouden. Dat je gewoon alles om de muziek doet. En dat niet alles om het beroemd gaan... Of het beroemd zijn draait, zeg maar. Het is eigenlijk ook... het is allemaal vanzelf gegaan. Het was niet echt zo dat we echt dachten van... goh, wat gaat het snel of zo. Het is een beetje... Voor ons is het eigenlijk best in een logische volgorde gegaan, zeg maar. Dus. Het of komt je een beetje... Ja, eigenlijk wel. Ja. En hoe bereiden jullie je voor op een optreden? Heb je nog speciale rituelen of dat je iets altijd dat eet of bijgelooft? Nee, ik heb wel de laatste tijd heb ik een Elmo bij me. Dat een Elmo, ja, zo'n knuffel. Ja, zo'n die rode van Sesamstraat. Ja. En, ja, die heb ik gewonnen op de kermis, zeg maar, met het grijpen. En ik kon dat nooit, maar ik had laatst zoiets van... Ja, ik gooi er gewoon 20 gulden in en dan... bij de eerste keer had ik hem dus al. En dat lukte. Dus ik dacht, nou, dat kan niet. Dat kan niet. Dat moet wel geluk brengen. Dus die heb ik mee. Ja. Maar voor de rest doen we nooit... we gaan niet mediteren of zo. Of dat soort dingen. Nee. En jij, heb je iets bij je wat je eigenlijk elk optreden meeneemt? Of iets aan? Kan ook. Nee. Nee. En ik heb gehoord dat jij wel eens hebt gezegd van... nooit meer piercings. Heb je rare, nare ervaringen ermee? Nee, dat niet. Maar mijn huid kan er niet tegen. Dus ze groeien eruit allemaal. Dus vandaar, ik zou het wel willen. Maar... Ik wou zeggen, er staat hier een piercing shop op het terrein dus. Maar... Dat meen je niet. Ja, dat ik klopt. Ik heb een nieuw steentje, dus dan ga ik even kijken. Ja, nee, ja, ik zou het heel graag willen, maar ze groeien er toch uit. Want ik heb het al 3 keer geprobeerd. Dus, maar vandaar dat nooit meer een piercing, omdat het niet lukt. Ja. Niet omdat ik het niet wil. Wanneer hebben jullie voor jullie zelf de top bereikt? Nou, ik denk als je de top hebt bereikt, dan denk ik niet dat je een goede instelling hebt. Tenminste, als je door wilt gaan. Ja. Je moet steeds meer willen. Eigenlijk moet je nooit tevreden zijn. Nee. Dat zijn jullie ook niet? Nee. Nooit? Nee, nooit. Nee? Nee? Jawel. Ja, tuurlijk wel. Maar dan op heel korte termijn, zeg maar. Ik bedoel, gisteren hebben we gespeeld, ben ik heel tevreden over. En over vanavond, dat weet ik natuurlijk nog niet. Maar dan als je het dan later weer terugziet, en dan, ja, je groeit toch steeds meer, je krijgt meer ervaring. En nou ja, ja, ja. En dan zie je dat weer terug en dan denk ik van jeetje, ik ben blij dat het nu beter gaat. Jongens, ik zie hier de heren van Daspop staan. Eens even kijken of ze zich altijd zo voorbereiden. Hallo, mag ik iets vragen? Ja. Bereiden jullie altijd zo voor op een optreden? Ja. Ja? Ja. En helpt dat? Dat helpt, ja, maar dat was nu iets dat je gefilmd hebt. Het is niet juist, het is eigenlijk draaiend in de lucht gooien. En dat helpt voor een optreden? Ja, dat is concentratie, want het moet in een rechte boog terug naar beneden komen. En hoe laat moeten jullie? Om 8 uur. Al zenuwachtig? Nee. Nee? Nee. Nooit? Nooit. Soms, maar dan bijvoorbeeld weg. Dan gooi je de spanning een beetje eruit met een flesje water. Inderdaad, inderdaad. Nou ja, ga gerust even verder. Wij zullen je straks zien. Wat zegt u? Zult u ons zien? Wij gaan straks kijken. Oké, okay, dat is goed. Mag dat? Ja. Oké. Oké. Terrein met jongerenwerker Jaap Oudshoorn van Plutus. Jaap, hoe is het verlopen vandaag? Ja, goed. Ondanks dat we een paar spetters gehad hebben, hebben we natuurlijk een geweldige dag gehad. Dus dat was een meevaller. Dus dat is altijd heel prettig als je het weer mee hebt. En ja, heerlijk doorlopend publiek weer. En dat is altijd een Bleekpop. Het is natuurlijk een vrij festival, dus iedereen loopt binnen en weer uit. Bleekpop 2002, wat wil je dan op de programmering hebben staan? Nou, eigenlijk willen we gewoon doorzetten wat we alle jaren gedaan hebben. Gewoon goed nadenken over voor ieder wat wils inbrengen. Dus we brengen altijd heel gevarieerde muzieksoorten. En iedere jongerengroep vindt zichzelf daar ergens in terug. Nou, dat moet volgend jaar weer.
Tiny Tones, hoe was het? Ja, was leuk. Lekker bezweet? Ja, dat, als het niet bezweet is, dan was het ook geen goed optreden. Dus was goed. Ging lekker? Ja, ging heel lekker. En wat vond je van het publiek hier in Doetinchem? Nou, meestal hebben wij wel, dat is niet arrogant bedoeld, maar meestal gaan ze wel dansen bij onze muziek. En Doetinchem ook. En ja, precies zoals het hoort. Perfect. Nou, we zullen zien of dat dadelijk bij 7-Eleven ook gaat gebeuren. Wat denk je? Chelsea. Ik weet, ik ken 7-Eleven niet. Wat maken ze? Ga je ook kijken? Ja, eventjes. Maar heerlijk. De meeste wonen ver weg, dus dan gaan we ook. Nou, dan gaan we toch samen even kijken zo? Misschien wel, ja. Okay. Misschien. Bedankt. Okay. Met 7-Eleven op de achtergrond neem ik afscheid van jullie. Het was weer een geslaagde dag op Bleekpop 2001 en Hunterpop 2001. Het weer zat mee, redelijk mee. Het bier was lekker en goede bands. Jongens, wellicht tot volgend jaar. Ik ga nog even verder feesten.